De zon laat zich wat minder zien dit jaargetijde. Maar als je je er een beetje op kleedt, is het genieten in de Limburgse natuur deze herfst. Zeker voor deze fotografen. De kleuren, het licht, het warme zonlicht, ook vanochtend weer. Ja, prachtig. De kleuren van de bladeren. Ja, goed. De paddenstoelen. Ja, het is echt genieten in de herfst. Maar de herfst is gewoon prachtig voor wat betreft de kleurstellingen, de lichtinvallen. De zon staat laag. Ja, dus ik vind het gewoon geweldig. Het is ook de tijd van toch wel wat kou, regen, rottend blad. Als je veel buiten bent, dan maak je daar niet meer zoveel van. Ben je een mooie weerfotograaf? Nee. Hoe blauwer de lucht, hoe minder wolken, hoe minder ik naar buiten ga om te fotograferen. Wolkenlucht, vocht in de lucht. Juist nu in dit seizoen met die nevels en die zonneharpen die stralen door het bladerdek heen. Dat maakt het mooi. Een beetje regen, dat vocht. Dat geeft de natuur net dat extra stukje glans. Dus, en een dreigende onweerslucht, ja, hoe gaaf is dat, zeg. De 41-jarige Jurgen van Beem uit Kunrade fotografeert al vrijwel zijn hele leven alles wat los en vast zit. En licht valt daar mooi op. Op semi-professionele basis is hij vooral actief als landschapsfotograaf. Kun je hier beginnen? Het Limburgs landschap in zijn achtertuin is voor hem spectaculair genoeg als onderwerp. Zelfs ik, en ik fotografeer, nou niet dagelijks, maar wel bijna dagelijks, ik ontdek elke keer weer nieuwe plekjes. En de natuur heeft, ja, nieuwe verrassingen. Een ander licht, een andere situatie in het bos, in het heuvellandschap natuurlijk ook. Het is altijd anders. Dit, het Stammender Bos, kende je al? Ken ik al, ja. Wat maakt het mooi? Ja, moet ik dat gaan vertellen? Op het moment dat je kijkt waar we staan. Het is een hellingbos, een van de mooie hellingbossen die we hebben hier in Zuid-Limburg. Goed, de natuur wordt hier zijn beloop gelaten. De bomen die blijven liggen, verschillende lichtinval, juist door het relief in het bos. Ja, prachtig. Jurgen draagt zijn kennis graag over op hobbyisten tijdens zogenoemde fotosafaris. Een fiets- of wandeltocht in Limburg is dan de aanzet tot het delen van bijvoorbeeld deze tips en tricks. Ik probeer de tijd te nemen om een foto te maken. Het verschil tussen een kiekje en een foto zit met name in de tijd. Een stukje techniek ook, maar met name in de tijd. En je kunt een snapshot maken, maar je kunt ook kijken, nou, wat wil ik echt in beeld hebben? Waar gaat het me om? Waar moet de aandacht naartoe? Dus dat is een van de belangrijkste tips die ik mensen mee wil geven. Wat kun jij nog leren van Jurgen? Het zien van een shot. Daar heb ik nog wel zelf wat moeite mee. Je kunt natuurlijk prachtige opnames maken van de omgeving, van een boom, van een paddenstoel, van een dier wat je voor de voeten loopt. Maar gewoon het zien van, ja, ik weet niet hoe mooi Jurgen dat altijd prachtig kan omschrijven. Maar ja, dat moet ik leren. Ja, als je nog iets verder kunt inzoomen. Ja. Want als je nu kijkt. Hebben we nog te veel groen? Nee, niet te veel groen, dat is niet erg. Maar als je kijkt naar de foto, waar gaat je oog meteen naartoe? Dat is eigenlijk naar deze stam. Heb je ultieme shot er al bij zitten voor vandaag? Ik heb een paar mooie shots gemaakt. Mijn ultieme shot. Ja, dus moet ik thuis gaan kijken. Maar hoopgevend.